dit is wat dit is. Dames en heren, alles jullie klaar daar bij de tempel? Hier, Visitor Center, dit lokaal bestaat binnen teksten en tekeningen over verplaatsen de twee tempel. Zo, mag hier binnenkomen voor 10 minuten in het einde om te kijken. Soms is dat een movie binnen, anders is hier en lezen welke landen hebben gewerkt om te verplaatsen de tempel en mooie tekeningen en zo. Ja? Hier, Visitor Center, 10 minuten in het einde. Dichterbij, jullie aandacht. Ik geef de uitleg en daarna jullie krijgen vrije tijd en we verzamelen bij de bus. Goed? Hier, kijken jullie maar. Geloof dat of niet? Jullie zijn tegenover de tempel van Ramses II. Ik heb gezegd, er zijn twee tempels. Dat is de eerste. Waar is de tweede? Daar, dames en heren. Bij de linkerkant hier, jullie zien de kleine tempel van Ramses II. Maar voor zijn vrouw. Dames en heren, daar de kleine tempel, daar. Hier de grote tempel. Als jullie klaar en willen jullie terug naar de bus, loop een stukje, dit stukje en kijken naar de water in die kant. Jullie gaan zien witte steen. Een stukje groot en witte, daar deze tempel was vroeger. Zo, die twee tempel waren daar. Maar niet in de water. Wanneer Egypte heeft de stuwdam gebouwd, de niveau van de water hoger en hoger en hoger. Dat betekent beide tempels zich hebben verdronken in de water. Daarom de UNESCO wil sparen, die twee tempels. Ze hebben een proposal gemaakt. Weet je wat proposal is? Voorstel. Voorstel. En daarna, ze hebben gekozen de goedkoopste proposal. Een van de ideeën. Dat later de twee tempel verdronken in het water, maar een muur rond de twee tempel. En de mensen die gaan bezoeken de tempel moet duiken. Dat was een Italiaanse proposal eigenlijk. Is iemand hier uit Italië? Gelukkig niet, hè? Maar dat was een idee, maar kostte veel. Ze hebben gekozen en goedkoop. Ze hebben verplaatst de vier kolossale beelden. Gesneden stukje van de muren
En daarna ze hebben een netberg gebouwd. Dat is een netberg. Kijken jullie maar hier. Hier. Zie de ijzerkoppelen. Zie dat? IJzerkoppelen. Hier. En daarna ze hebben een steen boven gemaakt. Ze hebben een netberg gemaakt, dames en heren. En ze beginnen bouwen muren. En ze hebben precies dezelfde architect en daarna vast een stukje van de muren. Wie heeft de tekening? En het einde vast met die kolossale beelden. Ik kan niet geloven dat dit weet hem wel verblaast en waar een stukje. Kijk de hoofden van Ramses II. De hoofden vliegen met één krans. Zie dat of niet? Hier. Dames en heren, dat is niet klein. De hoofden is 5 meter breed. De hoofden van Ramses II 5 meter breed. Bij de lokale, dat heb ik straks gezegd, jullie mogen meer informatie over verblazende tempel zien en kijken en lezen. Is dit goed? Ja. Hier, dames en heren, Ramses II is niet een koning. Hij is een god. Binnen de heilige plaats, jullie gaan zien, Ramses II met andere drie goden. Binnen de heilige plaats, hij is een god. We hebben twee tempels. Tempel van glorie en tempel van liefde. Ramses II hier maakt oorlog. Daar spelen muziek en geeft bloemen met zijn vrouw voor godin. Kijk naar de eerste beelden bij de linkerkant. Kijk naar de gezicht. Kijk naar de baard. Ramses II was 60 jaar oud. De tweede beelden vernielde. Maar Ramses II was 70 jaar oud. De derde beeld was 80 jaar oud. De vierde, heel oud, hij was 90 jaar oud. Zie dat of niet? Ja. Vergelijken jullie maar de eerste met de laatste. De laatste is ouder zeker, zie dat of niet? Ze zijn de vier belangrijke stappen van het leven van Ramses II. Hij heeft een lange leven. 97 jaar oud geworden. Alleen 168 kinderen. En we zien een paar van zijn kinderen onder. Zie dat of niet? Dames en heren. Kinderen altijd in het midden. Van de voeten. Vrouwen naast de voeten. Kijk hoeveel vrouwen heeft hij. Op de muur van een andere tempel. We hebben gelezen de naam van alle kinderen. En we hebben gelezen namen van 34 vrouwen. Zeker plus de bij vrouwen. Ramses II heeft veel vrouwen en veel kinderen gehad. Veel oorlog gedaan. Egypte was heel rijk en machtig onder zijn macht. Hoe oud is deze tempel? 1240 voor Christus. We praten over 3200 jaar oude, dames en heren. Kijk. Dames en heren, naar de oost. We zien boven de Baviano. Zie dat of niet? Ja. De apen. Maak zo. Oude Egyptenaren dachten dat elke ochtend de Baviano bidden voor de zon met de zon ondergaan. Maar ze wisten niet dat de Baviano is een nachtdier. Hij is bang, als hij ziet de zon. Hij doet zo, hij is bang. Maar de oude Egyptenaren dachten dat de Baviano bidden voor de zon. En de Valleiderkoning, binnen de graaf is hij altijd Baviano. En de Baviano is de laatste uurtje van de nacht. Dood voor de oude Egyptenaren was de 12 uurtje van de nacht. Als je ziet de Baviano, dat betekent ze verwachten nieuwe resurrectie of zonopgang, dames en heren. Je ziet dat? Baviano in de graven. Ramses II heeft de twee kronen van Ober- en Neder-Egypte. Hij heeft de valse baard. Als we zien koning met valse baard, hij is een god. Dames en heren, in het midden, boven de ingang, Ramses II, beide kanten, geeft symbool van maat, symbool van waarheid voor Horus de valk. Maar Horus met de zon boven de hoofd, hij kan andere god worden. Ra Horachti, de god van de horizon, de zon. Ra met Horus is Ra Horachti. Twee goden samen. Dames en heren, onder, je ziet de mensen daar, iedereen mag niet al te hoog rood lopen onder de niveau van de voeten van Ramses II. Zie dat of niet? Ja. Elke beeld is 20 meter hoog.
Als jullie gaan binnen, dames en heren, jullie gaan zien Ramses de Tweede, een paar beelden van Ramses de Tweede, zo, gekruisigd arm. Ja? Daarna, dames en heren, jullie gaan zien een verhaal van oorlog. Jullie zien Ramses de Tweede met zijn strijdwagen, zie dat? De koning lopen, de paarden trots op zichzelf, zie dat? Zie de paarden van Ramses de Tweede? En er staat hier honden, en sommige gewoon leeuw bij hem naar de oorlog. Dat betekent hij gaat jagen. Hij gaat een gezelligheid hebben. Geen oorlog, gemakkelijk. Hij gaat gemakkelijk winnen. Maar eigenlijk, dat was niet helemaal gemakkelijk. Hij ging naar de Hittiten in Azië, Azië. Hij heeft gekregen bij hem 4 leger. Maar hij wist dat daar zijn koning, de koning daar heel sterk geworden en ze hebben een sterke leger. Ze waren slim. Ze hebben gestopt de 2 spionen onderweg. Ramses de Tweede onderweg vraagt de 2 spionen, waar kamperen de Hittiten? Ze hebben hem verteld in de vallei. Ramses de Tweede gestuurde alle leger rond de vallei. Maar wat gebeurde de volgende dag? Kijken jullie maar. Hier. Ja. Kijken jullie maar, dames en heren. We zien Ramses de Tweede. En rond hem de leger van de Hittiten. Ramses de Tweede hier. En rond hem de leger van de Hittiten. Zo, de 2 spionen hebben hem verteld dat de Hittiten kamperen in de vallei. Daarom heeft hij gestuurd de 3 leger rond de vallei. En bij de volgende dag. We zien Ramses de Tweede zelf. En rond hem de Hittiten. Kijken jullie maar. We zien Ramses de Tweede. Vechten met 1 persoon van de Hittiten. Kijken jullie maar. Ze zijn dezelfde maat. Dezelfde maat, dames en heren. In oude Egypte, algemeen de koning zo groot. Heeft de haar van een paar honderd persoon verslaat de hoofd. Maar hier, wat de kunstenaren willen vertellen, dat was een serieuze actie. Gevaarlijke situatie, dames en heren. Ramses de Tweede, misschien gaat de oorlog verliezen. Dames en heren, hier, is dat een fout? Fout of niet fout? Wie ziet Ramses de Tweede? Heeft het 3 arm. 1 arm achter en 2 voor. Zie dat? 1 arm achter en 2 voor. 1 arm achter en 2 voor. Zie dat? 1 arm achter en 2 voor. Elke strijdwagen heeft 2 paarden. Zo hier, 4 en 4. Klopt, 2 paarden. Maar 1 persoon hier, Ramses de Tweede, 2 arm voor en 1 arm achter. Is dat fout? Nee. De kunstenaren wil tonen hoe snel was Ramses de Tweede in de oorlog. Deze arm doet dezelfde actie altijd, maar deze niet. Zo ze wil tonen dat Ramses de Tweede was heel snel. Hij moet sterk zijn, hij moet de oorlog winnen. Ramses de Tweede was echt een hele sterke koning. Maar hij was gelukkig. 1 van de 4 leger komt terug. Maar hij gaat niet winnen. Hij heeft een vredevergadering getekend. Kijk, links, bij de laatste beeld, linkskant, staat een nippe deur. Valse deur, zie dat of niet? Ja. Daar staat de conditie van de vredecontract. En dat is de eerste vredecontract getekend in de hele wereld. 1240 voor Christus, dames en heren. Ramses de Tweede getrouwde met 1 dochter van de Hittitkoning en hij komt naar Egypte. Dames en heren, binnen, jullie gaan zien, dames en heren, Ramses de Tweede heel tevreden en geeft over tegen verschillende goden. Dat is de god van de vruchtbaarheid, zie dat? 1 man met 1 arm en 1 been en zijn seks. 1 man met 1 arm en 1 been. En zijn seks, dames en heren, dat is de god van de vruchtbaarheid. Ramses de Tweede heeft veel vrouwen,
daarom geef offer voor deze God. Maar eigenlijk deze God vroeger was een normale persoon als de meneer. Kom hier alsjeblieft. Twee armen en twee voeten. De koning was binnen een dorp, ouder dan Ramses II. Hij heeft alle mannen bij hem naar de oorlog. Geen mannen bij de vrouwen. In één nacht deze meneer komt naar het dorp. Getrouwd met alle vrouwen. In één nacht. En geen commentaar alsjeblieft. Dames en heren, 11 maanden later. De koning komt terug naar het dorpje. Hij heeft gevonden het dorpje vol met kinderen. De kinderen van de meneer. De koning was boos. Omdat zijn eigen koninklijke vrouw heeft ook een zoon. En de opvolger van de koning is niet zijn zoon. De oudste zoon van de koninklijke vrouw. Dat betekent de zoon van de meneer. Daarom de koning heeft gezegd, ga ik hem niet doodmaken. Hij is gesneden, één arm en één been. Kijk hier. Later hij is overleden. Maar die verhalen blijven, de mensen herinneren deze verhaal tot ze hebben deze manier gekozen als de god van de vruchtbaarheid. Ramses II heeft veel vrouwen en kinderen. Zo hier Ramses II geeft offers voor de god van de vruchtbaarheid. Hier is de heilige plaats, dames en heren. Jullie zien 4 goden. De tweede in het midden hier, de tweede hier. Ramses II, zijn gezicht verlicht, zie je dat? En hier Amon Ra en Ra Horakhti, alle drie verlicht, de vierde niet. De vierde is de god van de duisternis. Dat is tijdens de fenomena. 2 keer per jaar, stralen van de zon. Door de ingang van de tempel, dames en heren, schijnen op de gezichten van Ramses II 2 keer. Geboortedatum, coronatiedatum. Maar na verblaasde de tempel, die fenomenen verzitten 1 dag. Vroeger was 21 oktober, 21 februari, maar nu 22 oktober, 22 februari. Dames en heren, we hebben veel te vertellen, maar jullie komen hier om meer te zien, dames en heren. Daar, ik geef een idee over de andere tempel. Niet gevonden. Kijk, jullie zien 4 kolossale beelden, maar staan, niet zitten. 4 voor Ramses II en 2 voor Nefertari met de 2 koornen van een koe en de zon in de vorm van Hathor, dames en heren. Ik wil tonen, kijk hoe de kleden van Nefertari, hoe verkleed, wat voor kleden. Kijk hoe mooi, hoe moderne, beter dan nu. We praten over 1300 voor Christus, dames en heren. Kijk de kleden van de vrouwen. Vergelijk het eens met wat bestaat nu. Dames en heren, Nefertari was een Nubische vrouw. Donker hout. Kijken jullie maar. Zie? Nefertari was een Nubische vrouw, dames en heren. Binnen haar grafkamer in Luxor, dames en heren. Haar graftomb is de mooiste in Egypte. Binnen de grafkamer, we hebben gevonden een soort van een kleine vaas, vullen tot de helft met parfum, met olie. En iedereen zegt dat is de geheim van Nefertari. Dat haar man houdt veel van haar, meer dan alle vrouwen, dames en heren. Ramses II heeft veel vrouwen en kinderen, daarom ik verander zijn naam. Niet Ramses, maar Ramses. Ramses. Ja. En sommige mensen, niet ik, veranderen de naam van Nefertari. Niet Nefertari, maar Nevertired. Dames en heren. Jullie anderen. Tot de laatste verhaal, echt te gebeuren. Ramses II is de enige farao in Oud-Egypte die heeft gekregen een taxi. Weet je wat taxi is? Ramses II, de Louvre Museum vraagt het Egyptische museum om de mumie van Ramses II te tonen voor de 2 weken. De Egyptische museum accepteren en ze hebben gezegd ja, wie doet dat? Geen probleem. Egypte stuurde de mumie naar Parijs, maar de vliegtuig van Egypte is vertraagd.
en vertragen. Ze wachten de luchthaven, grote feesten, militaire mensen wachten. Ramses II was een militaire koning. Maar ze wisten, ze ontdekten dat de vliegtuig van Egypte kan niet komen naar Parijs. Iedereen naar huis, behalve de verantwoordelijke persoon voor de mummie in Parijs. Hij zegt dat ga ik slapen in de luchthaven. Over 2-3 uurtjes vliegtuig komt. Maar niemand wachtte en niks. De verantwoordelijke persoon over de mummie zit de mummie van Ramses II binnen een taxi en naar Louvre Museum. Zo, so, Ramses II is de enige koning, dames en heren. Wij heeft een taxi gekregen. Hier Nasser Meer. Nog in Sudan en in Egypte. 500 kilometer lang. Dat is Nasser Meer. Jullie mogen rond de tempel een beetje die kijken. Die kant, dat is uw zaak. Hier is de grote tempel. In de hoge seizoen, dames en heren, rijden 400 bussen samen hier. Te druk. Lange rij om binnen de tempel te komen voor een kwartiertje of half uurtje. Maar kijk, de tempel is alleen voor ons een paar mensen, dames en heren. Mijn advies, dames en heren, jullie beginnen met de kleine tempel. Niemand daar. En straks jullie komen hier. Dames en heren, zeg maar, als jullie blijven hier half uurtje, hier 3 kwartiertje of zo. En dat is uw zaak. Hier meer tijd dan daar.